Hyper de Piep. Ja. Hoera. Ja, en jongens, ben jaren vandaag. Ja. 70 jaar geworden. 70 jaar. Als je het hoort. En als je, ik bedoel, het is toch verschrikkelijk. Dan ben je eens, ben je 70. Als je 30 bent of 25, dan denk je toch bij jezelf. 70 jaar, dat is toch werkelijk eeuwen weg. En ineens is er dan die dag. En dat is dan vandaag. En dan ben je 70 jaar. En dan, ja, dan zegt iedereen, ja, maar voel je ook 70? Nee, natuurlijk niet. Ik voel me natuurlijk geen 70. Nee, ik ben nog steeds 16 jaar. Ik zit nog steeds wang, 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 op mijn brommer. Ja, natuurlijk. Hé, ik bedoel 70. Ja, maar het is wel, ja, het is natuurlijk een vervelend getal. Want je bent wel op weg naar de geblokte vlag. Ja, natuurlijk. Dat is duidelijk. Als je 70 bent, dan zie je in de verte, zie je al, net als Max Verstappen, zie je die geblokte, die zie je. En die gaat ook voor mij een keer zwaaien. Maar nu nog even niet, want ik ben 70. Ja, en dat is een feestdag. En 20 mei, dat is ook de dag, de verjaardag van Theo Komen. Ja, Theo Komen. En die zei altijd tegen mij, dan kwam die naar mij toe en dan zei die, Harry, dat is geen toeval. Jij en ik op dezelfde dag jarig, dat is zeker geen toeval. En daar was ik dan trots op, Theo Komen, die dat tegen mij zei. Want hij was natuurlijk toch een beetje een voorbeeld voor mij. Een entertainer, eerste klas. En dan nog even wat over 20 mei. Ik ben geboren in een stuitbevalling. Hoe vind je die? Ja, dit is even een verhaal zeg. Ja, en mijn moeder die moest, ja, in een soort operatie. En ik lag natuurlijk omgekeerd en kont eerst en weet ik veel wat. En toen heeft ze wel, dat heeft ze gedaan. Een plakkertje erop gedaan. Op mijn rug, met mijn naam. Zodat ze zeker wist dat ik het was. Ja, dat heeft ze gedaan. En wat ze ook zei, toen ze mij voor het eerst zag, na de bevalling, toen zei ze, het lijkt wel een lelijk paasei. Dat heeft ze gezegd. Nou ja, gelukkig ben ik aardig bijgetrokken. Jongens, luister even goed. Om mijn verjaardag te vieren, vanavond, om 19:30, gaan we met elkaar dat even vieren. Ik ben live. Als je wat te vragen hebt, vraag het. En ik spreek jullie vanavond om 19:30. Hyper de Piep. Hoera!